vrijdagavond gespeeld tussen de Lions en de ploeg van Super 5. En wat is een spannende wedstrijd is het geworden tussen deze twee ploegen. Weinig goals, maar wedstrijd vol spanning. De Lions in het wit en Super 5 in een donker tenue. Heel veel goede kansen, beide keepers scherp, de verdedigingen scherp. Hier gaat Super 5 goed weg. Goede save van doelman Donovan Jemesi. En aan de andere kant hadden we goalie Jonathan Fonkel, die het ook heel goed heeft gedaan. Behalve het feit dus dat bepaalde aanvallers het niet goed hebben gedaan. Het is Asher Hoever die daar miste. Hier weer een goede aanval. Over en weer goede aanvallen, goede kansen. Maar er vielen geen doelpunten. Maar de wedstrijd was heel enerverend en spannend. Hier weer een heel goede kans voor de ploeg van de Lions. Hier probeert Super 5 weg te gaan. Kans onbenut. Weer Super 5. Een fantastische save van doelman Jemesi. En hier is het. Fonkel die fantastisch redt. De eindstand. Ruststand was 0-0, eindstand was ook 0-0. En dan let je op deze zee vlak voor de doellijn. Wat een wedstrijd. Heel spannend. Hier gaat Super 5 weer weg. En dat was weer Fonkel die redde. Nu probeert de Lions het weer. Bal naar de flanken. Naast het doel geschoten. En hier weer een fantastische save middels een sliding. En dit is een overtreding. En dat betekent een vrije trap voor de ploeg van Super 5. En Mosilio Esaias maakt 1-0 voor Super 5. Goed genomen vrije trap. En toen was het ijs gebroken. Een pas van Mourinho Esaias op Jamie Nana. Die maakte er 0-2 van. Dit is Nana. Geeft van Carlos da Silva. En kreeg de bal terug. En hij is het 3-0. Mooie combinatie tussen beide spelers. Nana, Carlos da Silva weer naar Nana. Die scoort het derde doelpunt. Nogmaals die aanval van het derde doelpunt. Het tweede goal van Nana. Dit is weer een vrije trap voor Christopher Hall nu. Hij maakt er 1-3 van. En deze bal van Carlos da Silva zorgt voor 1-4. Dat is de eindstand van de wedstrijd.